Ja, en vandaag staat er ook nog iets bijzonders op het programma. Om 8 uur kunnen we allemaal kijken via een livestream naar de grootste gelegenheidsband van ons land. Zij komen er samen om een concert te geven. Dat doen ze bij het Werkpaleis van de Koning, bij Paleis Noordeinde. De Streamers heten ze, met onder meer Nieke Simon, Guus Meeuwis, Kraantje Papi en Maan. Maar nog veel meer, u ziet ze hier achter mij. Maar in Eindhoven zelf zijn er ook artiesten die live voor de koning mogen optreden. Onder meer volkszanger Django Wagner mag na maanden van niet optreden eindelijk zijn gouden keeltje weer eens laten horen. Kali, mijn liefste Kali. Ja, ik ben heel erg blij dat ik weer mag zingen. Dat het tegenwoordig, het is heel erg rustig geweest natuurlijk. Maar ja, daar heeft iedereen natuurlijk in de muzieksector problemen mee gehad. Maar we mogen vandaag weer zingen. En ik ben er al op gekleed. Ik mag zingen voor onze koning en koningin. Tussentijd, ja, ik heb mijn zoon meegeholpen met zijn autobedrijf. Muziek is natuurlijk passie nummer 1. En auto is passie nummer 2. Ik weet zeker dat onze koning meezingt. Want onze koning is een gezelschapsmens. En die houdt natuurlijk ook wel van een feestje. En ja, uiteraard zingt die Kali mee. Zingen we misschien wel met z'n allen. Kali, mijn liefste Kali. Mooiste vrouw van mijn dromen. En dan zingt onze koning speciaal voor zijn vrouw natuurlijk. Voor Maxima. Ja.